Dames en heren, heb jij je ooit afgevraagd waarom dat sommige artiesten zoveel geld vragen en krijgen voor een optreden? Of waarom dat sommige mensen stinkend rijk worden op de beurs en anderen dan weer niet? Wel, vandaag gaan we dit mysterie ontrafelen. Wat is hun geheim en hoe kunnen we dit in ons voordeel gebruiken? By the way, mochten mij nog niet kennen, mijn naam is Kjell Fruytier. Ik ben op missie om 1 miljoen mensen hun leven te veranderen. Dat begint met dat van nu. Ik documenteer mijn reis, de good, de bad en de ugly. Dus like deze video, abonneer op mijn YouTube kanaal voor meer waardevolle video's, zodat we samen financiële vrijheid kunnen bereiken. Door een krantenartikel in het laatste nieuws waar zowel massa's positieve als ook negatieve reacties op kwamen, maar vooral opvallend, ook jaloerse reacties van andere collega-artiesten, heb ik besloten om deze video te maken zodanig dat jij mee kunt profiteren van de principes van vraag en aanbod. Want wat velen niet weten is dat vraag en aanbod de prijs bepaalt. En naarmate dat de vraag naar hun optredens stijgt, stijgt ook gewoon logisch gewijs de prijs die ze vragen voor zo'n optredens. Mensen willen gewoon graag getuige zijn van hun talent en zijn bereid om daar dan ook veel meer voor te betalen. En dit is exact hetzelfde op de beurs, want laten we eerlijk zijn, wanneer dat er veel vraag is naar een aandeel, dan zal dat aandeel stijgen. Wanneer dat er weinig vraag is naar dat aandeel, dan zal dat aandeel dalen. Logisch. Maar hoe artiesten zoals Camille en Metejoor dit principe gebruiken, dat is precies wat ik met u wil delen, zodanig dat je je voordeel daaruit kunt halen. Maar voor we daar verder op ingaan, vraag je waarschijnlijk af waarom dat organisaties zoals de Lotto Arena, zoals het Sportpaleis, bereid zijn om meer dan €25.000 te betalen om artiesten aan te trekken. En wat belangrijker is, hoe kunnen wij hier zelf van profiteren? Eigenlijk is het heel eenvoudig, omdat de prijs die dat ze betalen om die artiesten aan te trekken een peulschil is, in tegenstelling tot het mogelijke rendement. Denk maar aan consumpties, ticketverkoop, de parking, de massa van mensen die komen opdagen door een bekende artiest op een affiche te zetten en nog zoveel meer. En by the way, dan hebben we het nog niet gehad over de directe en de indirecte naamsbekendheid die ze genereren. En dat alleen al is de investering meer dan waard. En nu komt de logische vraag. Hoe kan het zijn dat de bekende artiesten zoals Metejoor, zoals Camille, zoveel geld kunnen vragen? €25.000, €30.000 voor hun optreden. Maar eerst en vooral, artiesten zijn ook ondernemers. En slimme artiesten, dat zijn topondernemers. En het enige verschil is dat zij in plaats van een product of een dienst te gaan verkopen, zijn zij zelf het product. Ze verkopen zichzelf. Dus welke strategieën gebruiken artiesten om een prijs per concert te verhogen? En hoe kunnen wij als startend of gevestigd ondernemer deze strategieën voor onszelf gaan implementeren? Strategie nummer 1 is exclusiviteit te gaan creëren. En artiesten doen dat op verschillende manieren. Denk maar aan backstage toegang of VIP toegang wanneer je naar een concert gaat. En die verkopen ze of promoten ze aan hun meest toegewijde fans. En door zo'n exclusieve ervaringen te gaan creëren, wordt de vraag vergroot, het aanbod is heel laag, dus stimuleren ze op die manier de fans om meer te betalen voor deze unieke ervaring. En toen ik een maandje geleden naar een concert van Post Malone ging voor mijn verjaardag, dan werd dat principe van exclusiviteit ook toegepast. Simpelweg door enkele tickets te verkopen, VIP inclusief. Diner. Dus hoe kunnen wij dit principe van exclusiviteit als ondernemer voor onszelf gaan toepassen? Heel eenvoudig, dat kan op verschillende manieren, maar denk bijvoorbeeld aan producten of diensten of voordelen te gaan aanbieden aan onze trouwste klanten. Maar dat kan ook op allerlei andere manieren, zoals speciale kortingen, vroegtijdig toegang tot nieuwe producten of gepersonaliseerde aanbiedingen die je kunt geven. Maar exclusiviteit creëren is een heel belangrijke, of speelt een heel belangrijke rol in het succes van uw bedrijf. Exclusiviteit creëren zorgt ervoor dat er meer vraag is. En als jij dat exclusief kunt maken, dan zijn mensen bereid om daar dus ook veel meer voor te betalen. De manier waarop ik dat toegepast heb, is door mijn coachingprogramma Andersom te gaan limiteren tot maximaal 150 cursisten. We hebben elke week 20, 30 afspraken met mensen die met ons willen samenwerken. Doordat we die exclusiviteit aanbieden, zijn we ook niet in de mogelijkheid om met iedereen samen te werken. En voor ons is het belangrijker om kwaliteit te leveren dan kwantiteit aan te werven. Met andere woorden, hoe kunt jij voor jezelf, voor je eigen bedrijf, voor je eigen business exclusiviteit creëren? Strategie nummer 2 is, naast exclusiviteit is er ook schaarste die ze proberen creëren. En daarbij moeten we denken aan een voorverkoop, waarbij dat een geselecteerd groepje van mensen de mogelijkheid heeft om tickets te kopen of merchandise te kopen alvorens dat de tickets verkocht worden aan het grote publiek. En op die manier voelt je die urgentie, die dringendheid om nu die tickets te gaan kopen. Dus exclusiviteit en urgentie kunnen de vraag vergroten met als gevolg dat hogere prijzen gerechtvaardigd worden. En daarnaast een beperkte voorraad of een beperkte beschikbaarheid. Zoals Camille en Metejoor, ze hebben maar een beperkte agenda, zij kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Beperkt, superveel vraag, dat maakt hun waardevoller, dat verhoogt hun eigen waarde. Met andere woorden, mensen zijn bereid om meer te betalen om dergelijke artiesten live te zien. En opnieuw, de organisaties zijn daarvoor dus ook bereid om meer te gaan betalen, want ze hebben weinig tijd. Tijd is gelimiteerd, we hebben maar 168 uur in de week, ze kunnen niet overal tegelijk zijn. En er is een gigantische hoeveelheid vraag. En opnieuw, Dat zorgt ervoor dat deze mensen, deze artiesten in staat zijn om veel meer geld te vragen. Strategie nummer 3 is één dat ik denk dat heel wat mensen over het hoofd zien. En dat is een strategische locatie bepalen. Artiesten doen dat heel bewust. En wij denken dat dat allemaal zomaar is dat ze daar spelen. Nee, dat is een heel bewuste strategische keuze. Omdat ze weten waar dat er heel veel vraag is naar wat dat ze doen. Waardoor dat ze het opnieuw veel meer kunnen vragen voor hun optredens. Wij zelf als ondernemer, wij moeten diezelfde principes toepassen. Is strategisch gaan nadenken waar dat we onszelf gaan positioneren. Om een voorbeeld te geven, stel dat je een ondernemer bent die een product of dienst verkoopt aan andere ondernemers. Ja, dan moeten we ons niet gaan positioneren of gaan adverteren naar bijvoorbeeld werknemers, maar dan moeten we naar BNI-evenementen, netwerkevenementen gaan, waar de andere ondernemers zijn, want anders kunnen we ons product of dienst niet gaan verkopen. Want laat ons eerlijk zijn, als je een product hebt dat enkel toepasselijk is voor de ondernemer en je probeert het te verkopen aan particulieren, makes no sense. Jij moet proberen zoeken naar strategische locaties waar dat er vraag is naar wat dat jij aan te bieden hebt. Strategie nummer 4 is denk ik een van de belangrijkste strategieën die je kunt meenemen voor de rest van je leven als je veel meer geld wilt verdienen met je bedrijf. Ik heb het ooit in een vorige video gezegd, is als je in de restaurantbusiness zit, je zit niet in de restaurantbusiness, je zit in de business van het promoten van je restaurant. Dat is een heel andere insteek. Artiesten doen dat ook. Denk aan bijvoorbeeld Metejoor en Camille. De laatste maanden niet meer weg te denken geweest van radio, van televisie. Elke kans die zij kregen om zichzelf te uiten aan de buitenwereld, de massa aan te spreken, meer exposure te krijgen, hebben ze gegrepen, zodanig dat ze meer fans konden krijgen om opnieuw zichzelf in de kijker te spelen. Want hoe meer dat mensen te horen krijgen van wie dat jij bent, hoe meer dat ze muziek horen, hoe groter de kans dat mensen fans worden. En dat is het gevoel dat je wilt gaan creëren. Dus onderschat de kracht die van effectieve marketingcampagnes. Marketing is de brandstof van ieder bedrijf. En ik zeg altijd, practice what you preach, lead by example. En vertel anderen niet wat ze moeten doen als je het zelf niet doet. Wel, dit is wat ik zelf doe. Elke dag worden er TikToks, Reels, Shorts, van al die toestanden geüpload om meer exposure te krijgen. Er wordt elke week een nieuwe YouTube video gemaakt om uw leven te verbeteren. En ik adverteer op dagelijkse basis om meer impact te kunnen maken, meer mensen te bereiken, om op die manier een positieve invloed op de maatschappij te maken. Dat is mijn doelstelling, 1 miljoen mensen hun leven te veranderen. En dat gaat niet als niemand u kent. Dus de manier voor mij om dat te doen, is mijn naam naar buiten te krijgen, super waardevolle video's te maken om uw leven te verbeteren. En ja, dat is wat ik zelf doe. Alright, dus zoals je ziet zijn de principes van vraag en aanbod uiterst effectief in de economie waarin we vandaag leven en spelen ze een cruciale en een bepalende rol in de prijzen van producten en diensten. Ik hoop ook dat je vandaag ingezien hebt waarom dat muzikale artiesten zoals Metejoor, zoals Camille meer dan €25.000 per optreden vragen, maar ook krijgen. Waarom dat ook gewoon super rechtvaardig is in mijn beleving. Want die prijzen worden niet bepaald door God weet wat. Nee, die prijzen worden bepaald op basis van de grote, torenhoge vraag die er naar hun is. Omdat zij super hip zijn, super trendy zijn vandaag de dag. Dus ze maken daar ook gewoon super hard gebruik van. Wat super logisch is. Goede ondernemers, ik heb het u verteld. Ze hebben een beperkt aanbod. Hun aanbod is een beperkte hoeveelheid en tijd om ergens live aanwezig te zijn. Dat biedt dan ook weer exclusiviteit. En de diehard fans, laten we daar heel eerlijk over zijn, die zullen altijd komen opdagen, die zullen altijd bereid zijn om meer te betalen om hun favoriete artiesten te zien spelen live. Dus in plaats van jaloers te zijn aan de collega-artiesten dat ik gelezen heb, laat ons gewoon leren van de tactieken, de strategieën die ze zelf gebruiken, de getalenteerde artiesten gebruiken om zichzelf meer waard te doen maken, zodanig dat zij meer geld kunnen verdienen voor optredens te geven. Haal er zelf uw voordeel uit, want ik geloof dat deze strategieën ongelooflijk bepalend kunnen zijn in het succes van uw aanbod, van uw product, van uw dienst. En dat dit een van de grootste redenen is waarom dat sommige mensen voor exact hetzelfde in uw geloofsovertuiging, exact hetzelfde doen, maar misschien 5 keer, 10 keer, 100 keer meer kunnen vragen. Gebruik deze strategieën, gebruik deze principes en haal er uw voordeel uit. Tot een volgende video. Bye bye.